Wij hebben een akkerbouw-veehouderijbedrijf. In het verleden was het veel akkerbouw en we hebben nu ook een geitenbedrijf erbij. Daarvoor gebruiken we een rijpadensysteem met werktuigen die zoveel mogelijk via rijpaden de bewerkingen doen. En om dat te kunnen genereren, ook naar de toekomst toe, hebben we een elektrische trekker ontworpen. De trekker die is uitgerust met 4 keer 22 kilowatt vermogen. Dus de wielmotoren hebben elk 22 kilowatt. Dat betekent rond de zeg maar 115 pk. Maar we kunnen met dit systeem, met elektrisch, kun je ook de verdubbelaar inzetten. Dus dat betekent dat we van 115 naar 220 pk gaan. Dus enorm sterk is het. Daarnaast hebben we 3 hefinrichtingen aan de machine gebouwd. 1 van achter en 2 aan de vooras. Ook uitgerust met een aftakas, zoals je ziet. En de voorste aftakas is aangedreven ook wel via een powerband. En de achterste aftakas is rechtstreeks aangedreven ook door een elektromotor. De toeren kunnen dan wisselen. Dat is het mooie van elektrisch, dat je de toeren kunnen van 0 naar 1000 plus. Dan kun je variëren. Dat is anders dan bij de traditionele trekkers. Dan zit je op 540 of 750, 1000 toeren. Bij dit is het van 0 tot een... Het debiet is heel anders. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat de cabine kan verschuiven. Hij staat nu in de voorste stand. Dat is ook nodig in verband met voor de Rijksdienst Rechtverkeer. Dat is een eis dat je minimaal 8 of 10 meter voor de neus van je voertuig de weg moet kunnen zien. En in de achterste stand, omdat het een lange machine is, de wielbasis is 5,5 meter. Dus in de achterste stand kan dat niet. En ook niet nodig, want dan zit je op het veld. En dan heb je weer mooi de mogelijkheid om de machines voor je te hangen. En dat je daarop kunt kijken tijdens de werkzaamheden. Ja, wij hebben eigenlijk wel een uitzonderlijke wielbreedte. Wij variëren tussen de 3 en de 4 meter. Omdat wij eigenlijk hier op de boerderij hoeven we niet de weg op. Dus we kunnen ook met 4 meter systeem uit de voeten. Maar het traditionele rijpadensysteem is 3,20 meter of 3,15 meter. Die andere machine die gebouwd is, die kan ook van 2 meter naar 3,20 meter variëren. Dus je kunt op de weg kun je smal en dan heb je meer ruimte om te manoeuvreren. En op het veld kun je dus je rijpadensysteem toepassen op 3,20 meter of in ons geval op 4,20 meter. Het is natuurlijk een prototype en is gebouwd om eigenlijk heel veel te kunnen, maar ook om heel veel te dragen. Tijdens de oogst moet hij zware machines kunnen dragen of de oogst mee kunnen nemen. En daardoor zijn ook de hefinrichtingen vrij fors gebouwd om dat al te kunnen dragen. En tevens, en dat hadden wij eigenlijk ook niet in de gaten, dat ook het schuifsysteem is, moet heel sterk zijn om al die krachten te kunnen pareren. En dat heeft ook de nodige gewicht met zich meegebracht. Wij starten in het voorjaar met deze machine en we eindigen in het najaar ook met deze machine. Dat betekent dat in het voorjaar kunnen we het land openrijden, we kunnen ermee zaaien. We kunnen ook de verpleging van de gewassen ermee doen, dus schoffelen, wietenhen. We hebben een biologisch landbouwbedrijf, dus dat soort werkzaamheden moeten wij kunnen doen. Maar we kunnen straks ook, als de uien oogstrijp zijn, kunnen we de uien netjes uitrijden en in het zwat leggen. En daarna ook weer de oogst op het zwat, vanuit het zwat weer in kisten dragen. Dus dat kan eigenlijk heel die oogsttrein kunnen we met deze machine gaan doen. Elektrische trekkers hoop ik dat weinig onderhoud nodig hebben. Er zitten wielmotoren aan en ja, ik weet niet of je zelf wel ze gesleuteld hebt aan een elektromotor, bijvoorbeeld in de douche, het afzuigersysteem of van een transportbandje. Maar ja, na 30 jaar steek je de stekker erin en het draait nog steeds. Wij hopen ook dat met dit systeem elektromotoren dusdanig geconstrueerd zijn dat ze heel lang meegaan zonder onderhoud. Velen zijn altijd bang van stof, vuil en water. Maar deze zijn zo geconstrueerd dat dat eigenlijk geen item moet zijn om de motoren stil te laten vallen. De trekker heeft wel veel geld gekost. Ik kan nu niet precies zeggen hoeveel die nu zou kosten.
Maar je moet denken dat er toch wel een traditionele trekker, dat er toch wel 30.000, 40.000 euro bovenop komt met dit vermogen. Hè, dus rond als je een trekker van 200 pk zou hebben. Maar het is ook een prototype, dus dat betekent dat er heel veel extra kosten mee gemoeid zijn. Er is een stukje subsidie vanuit de provincie en vanuit de overheid aan toegekend. Dus de kosten gaan pas van die machine naar beneden als er meer geproduceerd gaan worden.